Oeh, spannend. Oké, daar gaan we. Hoeveel staat er op je privé spaarrekening? Volgens mij niet zo heel veel. Want ik heb een constructie waar het vanaf de zakelijke rekening 1 keer per maand naar de privé rekening komt. Dat is altijd te weinig. Dan stort ik nog een paar keer. Ja, het gekke is dat altijd met grote bedragen, die verdwijnen ook even snel als kleine bedragen. Wanneer word je rood? Ik heb dat niet zo snel. Situaties waarin ik ineens denk, waarom ben ik hier? Ja, gewoon ongemakkelijk. Ja. Ik weet wel dat ik vroeger in de klas, dan kon je echt dat gevoel hebben dat je in de fik stond, weet je wel. Als je je schaamde voor iets, dan, maar je ziet het dus niet echt aan mij. Jij hebt dat ook niet, hè? Nee. Ik kan me heel goed schamen. Op ieder moment voor alles, maar het is nooit per se heel erg zichtbaar. Kijk, gaat het. Voor welke modetrend had je niet verwacht toch aan mee te doen? Gorp. Outerwear dingen. Oh, ja. Ik had toch alleen maar gewoon het beeld van mijn aardrijkskundeleraar voor de middelbare school. En nu heb ik gewoon ook die schoenen. Ik heb dat eigenlijk altijd met trends. Dan denk ik altijd, dit is echt niks voor mij. Maar dan toch ga ik erin mee. Maar echt altijd veel te laat. Als iedereen er alweer klaar mee is, dan omarm ik hem ineens. Oké, dan gaan we de laatste. Ja. Oeh, spannend. Eens even kijken. Wat is de kutste date waar je ooit op bent geweest? Ik weet wel een keer dat ik met mijn ex waren we in Noorwegen. En toen zouden we echt naar prachtige meren gaan rijden. En toen bleek dus dat er diesel in een benzineauto was gegooid. En toen hebben we echt de hele dag gewacht tot er hulp kwam. Toen waren we denk ik echt pas om 3:30 'snachts weer thuis. En we hebben de hele dag niet kunnen eten. We zaten de hele dag in de auto te wachten op hulp.